Een hele goede avond allemaal. Wat fijn dat jullie weer met z'n allen in grote getale zijn ingelogd bij dit Ergo-webinar, de tweede. Vandaag gaan we het hebben over wat we nu eigenlijk allemaal met de Ergo gedaan hebben met die COVID-vragenlijsten en hoe dat een vervolg heeft gekregen. Het is aan mij de eer om drie geweldige sprekers aan jullie straks voor te stellen. Nog een klein beetje achtergrond. Mijn naam is Brenda-Lenin Kieboom. Ik ben medisch manager van Ergo. En vandaag vervul ik dus de rol als voorzitter in het mooie webinar. Waarom dit webinar? Nou, we hebben het natuurlijk vorig jaar al een keer gedaan. En we ontvingen heel veel enthousiaste reacties daarover. En we krijgen steeds vaker van u de reactie van we willen eigenlijk meer terug horen wat jullie nu doen binnen Ergo. En dat denk ik een heel terechte vraag. Met het deelnemerspanel hebben we het daar ook over gehad. Van hoe kunnen we nou die onderzoeksgegevens weer aan jullie teruggeven? En zo'n webinar is een hartstikke mooie manier. Naast natuurlijk het Ergo Magazine dat we hebben en onze website waar best wel wat informatie op staat. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken dat als jullie onderwerpen hebben waar je graag wat over wil weten, om dat bijvoorbeeld ook in de chat vanavond te laten horen. Want dan kunnen we daar voor de volgende webinar misschien wel wat mee. Ik wil de introductie niet te lang doen, want we hebben geweldige sprekers klaarstaan. Ik wil beginnen met het aankondigen van de eerste. Dat is Sylvain Liché. Hij is epidemioloog en onderzoeker binnen Ergo. En hij gaat eigenlijk een heel mooi vervolg geven aan de vorige webinar. Om te zien wat wij als Ergo, wat we nou geleerd hebben vanuit Ergo over pandemieën. Dus het woord graag aan Sylvain. Ja, dankjewel Brenda. En ook namens mij een hartelijke goede avond. Mooi dat u allemaal weer bent ingebeld. En ik zal nu wat PowerPoint slides met u delen. En aan de hand van die slides mijn verhaal overbrengen. Dus ik heb ook de titel van deze presentatie genoemd Uit de pandemie. Wat heeft Ergo ons eigenlijk geleerd? En dat met name omdat we toch al bijna 3 jaar weer verder zijn. Sinds dat we begonnen waren met die eerste coronavragenlijst. Krap 2 maanden nadat de eerste patiënt in Nederland gepresenteerd werd op de spoedeisende hulp met corona. Wat toen nog een heel onbekend ziektebeeld was. Waarvan we toen de tijd misschien wel dachten van nou zo snel zal het bij ons in Nederland niet lopen. En inmiddels weten we natuurlijk wel beter. Voordat ik begin nog even kort iets over mijzelf. In 2016 ben ik afgestudeerd als arts. En heb daarna gelijk mijn promotieonderzoek gestart op de afdeling epidemiologie van het Erasmus MC. De afdeling die ook het ERFL-onderzoek begeleidt. En dat ging toen naar de voorspelling en preventie van dementie. En dat heb ik op 8 oktober verdedigd, 2021. En ik ben daarna eigenlijk gestart als postdoctoraal onderzoeker. En u ziet hier eigenlijk al de fase van de coronapandemie. Die doorloopt eigenlijk mijn promotie. En tijdens mijn promotieonderzoek was ik ook al begonnen met dit corona-onderzoek te gaan opstarten. En ik ben sinds kort gestart als opleiding tot huisarts. En probeer dat nu combineren met het wetenschappelijk onderzoek dat we nog steeds doen op de afdeling. Nou, hoe zat het ook alweer? Wat is er gebeurd tussen maart 2020 en april 2023? Er zijn 7 vragenlijsten verstuurd. U heeft daar in grote getale respons aangegeven, waarvoor we ontzettend dankbaar zijn. Want juist die grote deelname en dat hoge percentage geeft ook veel betrouwbaarheid aan onze onderzoeken. We hebben heel veel thema's onderzocht in die vragenlijsten. Er waren ook vaak veel A4'tjes. Maar ook wel veel data die op verschillende vlakken eigenlijk zich laat zien. Dus bijvoorbeeld, hoe hebben mensen zorg gebruikt? Zijn er veranderingen opgetreden? Maar ook thema's als leefstijlveranderingen tijdens een pandemie. Wat doe je eigenlijk in een lockdown? Ga je dan bewegen of blijf je juist thuis? Wat deden mensen? En hoe ging het met de psychische gezondheid? Een belangrijk thema dat ook vaak in de media is geweest. Hoe gaat het met eenzaamheid onder ouderen of onder jongere mensen? Hoe ga je om met ziektes die al bestaan en hoe je daar sociaal mensen mee om kunt gaan. En eigenlijk deze 3 thema's willen we dan vanavond ook vooral gaan uitlichten. En dat doen we elke keer per PowerPoint presentatie en volgen dan na mij nog 2 andere sprekers. Dus dit zijn een beetje de vragen die ik voor mezelf heb opgeschreven, waar ik u samen met mijn collega's ook antwoord op probeer te geven. En misschien komen er gaandeweg nog wel vragen boven. Dus schrijf die ook voor uzelf vooral op en stel die in de chat. Ik zal het vooral gaan hebben in deze presentatie over de gevolgen die we hebben geobserveerd van de verminderde toegankelijkheid van zorg. Dus dat is een beetje tweeledig. Enerzijds
dat de zorg soms er niet was, omdat dokters druk waren met het behandelen van coronapatiënten. Maar soms ook omdat mensen dachten dat ze niet terecht konden bij de dokters of bij hun zorgverleners, omdat ze dachten dat ze druk waren, of dat er lange wachtrijen waren, of dat het niet veilig was, of uit angst voor corona. Allemaal hele geldige redenen. Nou, dit was een van de artikelen die het NRC Handelsblad schreef over het ERGO-onderzoek dat we uitvoerden tijdens de pandemie. En je ziet ook de datum rechtsbovenin, 24 november 2021. En dit was eigenlijk naar aanleiding van het eerste artikel dat wij publiceerden, waarin we lieten zien dat 1 op de 5 mensen tijdens de eerste fase van de pandemie thuis bleven eigenlijk met medische klachten. Dus dat waren mensen uit het ERGO-onderzoek die onze vragenlijst hadden ingevuld en aangaven van ja, goh, ik heb wel rugpijn of ik heb wel pijn op de borst, maar ik ben niet naar de dokter gegaan. En dat was vooral vanwege corona. En dat kan natuurlijk meerdere redenen gehad hebben. Maar dat was voor ons wel een belangrijk percentage om te gaan kijken van ja, wat gebeurt er eigenlijk met mensen die wel klachten hebben, maar niet naar de dokter gaan? Worden zij eerder ziek? Overlijden zij bijvoorbeeld eerder? En dat is eigenlijk nu het onderzoek wat nog steeds loopt. Nog even in het kader van hoe zat het ook alweer? Nou, de vragenlijsten werden door u met grote getalen ingevuld. Dat moest natuurlijk ook allemaal verwerkt worden. Dus in de zomer van 2020 en ook in het najaar daarvan kwamen ongelooflijk veel dozen onze kant op in het Erasmus MC op de afdeling met allerlei vragenlijsten. En u ziet hier de stapels aangevoerd. We hebben wel eens uitgerekend dat als we alle A4'tjes naast elkaar zouden leggen, dan zouden we van Rotterdam naar Nice kunnen in Zuid-Frankrijk en weer terug. Zoveel data is er binnengekomen in een korte tijd. En die moesten ook allemaal ingevoerd worden en geanalyseerd. En dat is dankzij alle medewerkers op de afdeling gelukt. Maar liet ook wel zien hoe enorm toegewijd iedereen was aan dit onderzoek. Nou, de wachtkamers waren leeg. De huisartsen waren toen de tijd ook erg bezorgd, want zij hadden juist veel patiënten verwacht met benauwdheidsklachten, of juist patiënten die bang waren voor corona of zich alleen voelden. Maar mensen bleven vooral thuis in die eerste fase van de pandemie. En dat was toch een zorg die in heel Nederland leefde. Of het nou in Eindhoven was, waar heel veel patiënten waren, of juist in Groningen, waar nog helemaal geen corona was, waar ook de wachtkamers leeg waren. Dus dit onderzoek wat wij in Rotterdam gedaan hebben was zo ontzettend relevant dat het ook veel media-aandacht kreeg. En wij dachten ook toen van nou ja, dit onderzoek moeten we opzetten vanuit twee kanten. We moeten enerzijds kijken naar wat hebben de doktoren ervaren en de zorgverleners. Maar anders is het natuurlijk ook, wat heeft u ervaren als patiënt of als deelnemer? En hoe bent u daarmee omgegaan? Dus dat zijn twee kanten van een verhaal wat we dan zorgverlening noemen. Want zonder een patiënt kan ook een zorgverlener zijn werk niet doen. En vice versa werkt het natuurlijk ook niet, als de patiënten zich wel melden, maar de zorgverleners zijn druk. Dus dit is een balans die wij proberen uit te zoeken. En ik zal in deze presentatie kort de twee kanten ook toelichten. Nou, wat zijn de gevolgen? Ik zei het u al, 1 op de 5 mensen die de vragenlijst had ingevuld in de periode van de eerste fase van de pandemie gaf aan, ja, ik heb klachten gehad, maar ik ben niet naar de dokter gegaan. En wat we eigenlijk gedaan hebben is gezegd, oké, als we die persoon die aangaf dat die zorg gemeden heeft vergelijken met de mensen die dat niet gedaan hebben, wat gebeurt er dan eigenlijk als we over tijd kijken? Want we zijn inmiddels al 3 jaar verder. Hoe is het met die mensen gegaan? En als je dan kijkt over tijd, dan zien we tot 1 januari 2023, dus nog maar een paar maanden geleden, dat mensen die aangaven dat ze hadden zorg gemeden, tot 2 maal vaker zijn overleden. Dus dat is een observatie. We weten nog niet zeker of dat specifiek door hun zorggedrag komt, maar we weten in ieder geval wel dat dat getal van het overlijden een stuk hoger ligt dan de mensen die wel zorg gekomen hebben. En dat is op zich al een hele belangrijke bevinding, want het geeft ons des te meer aan dat we verder moeten zoeken van hoe komt dat nou? Zijn dat bepaalde kwetsbare mensen? Zijn dat mensen die bepaalde zorgverleners hadden waar ze misschien de weg niet konden vinden? Heeft dat te maken met het zorgsysteem waar ze mee te maken hadden? En die determinanten, zoals we het noemen, die oorzakelijke onderliggende factoren, die proberen we nu uit te pluizen. En 2 dingen die we al wel zien, is dat het vooral mensen zijn geweest die heel angstig waren. Angstig voor het coronavirus, maar ook bijvoorbeeld angstig om naar buiten te gaan. Maar ook mensen die al hoog scoorden op een depressieve vragenlijst. Dus mensen die zich somber voelden. Mensen die misschien zelf al wel dachten aan de dood. Of mensen die zich ook in dat kader eenzaam voelden. Dat zijn wel 2 hele belangrijke bevindingen, omdat het meer laat zien dat we niet alleen moeten kijken naar hoe gedragen mensen zich, maar ook hoe komt dat gedrag? Wat zijn er nou voor kenmerkende factoren bij? En hoe kunnen we daar misschien ook in de toekomst beter op inspelen?
Nu nog even van de zorgverlenerskant. Dus net hadden we de patiëntenkant gezien en nu even van de zorgverlenerskant. Wat we gedaan hebben is in een hele grote huisartsendatabase, en dat is dan net weer een andere studie dan de ERGO-studie, gekeken naar hoe vaak komt het eigenlijk voor dat mensen in de coronapandemie, dat ziet u dan hieronder, hè? Zo, mijn slides die gaan nu door, contact hebben gezocht met de huisarts voor klachten van bijvoorbeeld een lichte beroerte, een TIA, of een hartinfarct, of bijvoorbeeld een echte beroerte of pijnlijke borstklachten. En hebben we eens gezien, als we nou de jaren voor de pandemie vergelijken met de jaren daarna en de lockdownperiode, dat is dat donkergrijze stukje. Wat gebeurt er dan eigenlijk met de waardes die we zien? Dus de blauwe lijn is de waarde die we hebben geobserveerd. En de rode lijn is de verwachte waarde die we zouden denken dat zou komen, het aantal bezoeken, op basis van de voorgaande periode. Dus als je zou denken, nou, bijvoorbeeld hier bij een beroerte, gaan we even naar rechts onderin. In augustus 2019, dus voor de pandemie, nou, dan verwachten we dit rode getal. En dan loopt dan zo netjes door. Maar in blauw zien we plotseling, tijdens de pandemie, en dan met name in de lockdownfase, dat er structureel minder mensen bij de huisarts kwamen met symptomen van een beroerte. En dat is natuurlijk gek, want je verwacht eigenlijk dat de beroerte blijft bestaan in een bevolking. Tot wel 30% lager zagen we het aantal mensen met een beroerte. En we zagen dat eigenlijk niet bij een hartinfarct of bij pijn op de borst. We denken eigenlijk dat mensen heel goed weten als ze pijn op de borst hebben wat ze dan moeten doen. 112 bellen of een zorgverlener zoeken. En bij een beroerte is het soms moeilijk om die klachten te herkennen. En ook soms moeilijk om de zorgverlening te vinden. En juist in een lockdown waar je huisarts minder toegankelijk was of waar je minder snel geneigd was om 112 te bellen, is dat echt gaan ontstaan. En wij verwachten dus ook dat in de toekomst dit getal weer gaat oplopen, omdat die mensen toen de tijd niet geweest zijn. En dat zijn we nu verder aan het onderzoeken. Dus even samenvattend. We zien dat de toegang tot zorg onevenredig veranderd is. Mensen die het meeste zorg nodig hadden, konden eigenlijk het moeilijkste zorg vinden. Dus daar zit een beetje een tegenstrijdigheid in. Gelukkig zien we wel, en dat heb ik hier even niet laten zien in het kader van de tijd, maar we zien wel dat als we de vragenlijsten vergelijken, hè, dus vragenlijst 1 met die van 2, 3, 4, 5, 6 en 7, dat het aantal mensen dat zorg heeft gemeden wel is gedaald. Het is wel vooruit gegaan. We hebben dus wel geleerd van die eerste lockdown. Maar er zijn nog steeds mensen met acute klachten die niet zorg hebben gevonden die ze wel nodig hadden. En daarvan gaan we nu kijken, is dat een klein percentage dat niet verandert? Hè? Zijn het altijd dezelfde mensen die de zorg niet vinden? Of verandert dat percentage? Zijn dat continu andere mensen die die zorg niet vinden? Een paar dingen om positiever af te sluiten. Wat kunnen we er nou aan doen? Nou, de Hartstichting werkt nou met ons samen. En die probeert nu opnieuw beroertecampagnes op te zetten om toch die herkenning van een beroerte te verbeteren. Dat blijft lastig, maar is wel van ontzettend groot belang. Want hoe eerder we erbij zijn, hoe beter de behandeling kan zijn. En we willen ook samen met huisartsen en andere hulpverleners gaan praten van hoe kunnen we nou die lege wachtkamers voorkomen. Hè? Als mensen, huisartsen, wel tijd hebben, maar er zijn geen patiënten, dan gaat er iets mis. Dus we moeten dat ook als er in de toekomst een pandemie of een andere manier van een lockdown plaatsvindt, echt zien te voorkomen. En daarvoor werken we nu samen met internationale experts om pandemieplannen te maken. Die worden over de hele wereld gemaakt. Maar wij denken dat we vanuit onze ervaringen binnen het belangrijke ERGO-onderzoek hier echt een steentje aan bij kunnen dragen. En een paar dingen die we daarvan doen, putten we ook uit de vragenlijst. We hadden u bijvoorbeeld gevraagd over het gebruik van e-consulten of virtueel beeldbellen. Hoe vond u dat? Wat waren uw voorkeuren? Wat vond u niet fijn? Wat vond u wel prettig? En die bevindingen proberen we nu te gebruiken om daar ook voor de toekomst informatie uit te halen. Maar we zijn nog niet klaar. Dus mocht u nog mee willen doen aan deze werkgroep, dan bent u echt van harte welkom. Stuur mij een mailtje. s.lycee@erasmusmc.nl. En dan kunnen we wellicht samen in contact komen om ook eens mee te doen met zo'n denksessie over hoe dit beter kan. Want we hebben echt mensen nodig zoals u die hier echt middenin hebben gestaan en ook hun voorkeuren kunnen aangeven. Nou, dit is de samenvatting van wat ik net besproken heb. Wellicht komen sommige thema's in andere presentaties opnieuw terug. Maar ik hoop ook vooral dat het u ook wat inzicht geeft over wat we met uw data de afgelopen tijd hebben gedaan en wat we er nog steeds mee doen, want de onderzoeken lopen ook nog. En we doen eigenlijk elke week wel weer nieuwe bevindingen op. Sommige dingen gaan niet zo snel, hè, omdat we ook moeten wachten op bepaalde uitkomsten. Maar we weten dat de data nog steeds veel gebruikt wordt. Dank u wel. Dit is nog het team. Marije Splinter,
En Premissel Velk, dat zijn twee studenten die promotieonderzoek doen op de afdeling naar dit onderwerp. En wij werken in een nauw team samen, onder andere met de huisartsgeneeskunde. En Brenna is daar ook nauw bij betrokken in het onderzoek wat we nu uitvoeren. Dit zijn alle partijen die betrokken zijn. Zoals u ziet, het is een heel landelijk opgezet onderzoek geweest. En ook alle universitair medische centra doen nog steeds mee. Maar we hebben ook veel contact met bijvoorbeeld de Hartenraad en KWF Kankerbestrijding, die samen met ons het onderzoek uitvoeren, ook voor de patiënten. En zonder mee heeft ons onderzoek gefinancierd. Helaas, of misschien wel voor een onderzoeker leuk, maar soms ook wat minder leuk, omdat het altijd weer nieuwe vragen oproept. Je bent nooit klaar, zullen we maar zeggen. Dus wij kijken nu ook weer naar vervolgvragen. Een van de dingen waar we heel erg in geïnteresseerd zijn, is van hoe is het eigenlijk gegaan met gemiste preventieve afspraken. Hè? Bij de huisarts kunt u wel terecht voor de cardiovasculair risicomanagement, of de COPD-afspraken, of de astma-afspraken. Heel veel daarvan zijn geannuleerd tijdens de pandemie. En wat is er eigenlijk gebeurd? Wat zijn daar de gevolgen van? Want die preventieve afspraken hebben we immers niet voor niets. Nou, nogmaals dank voor uw deelname, betrokkenheid en aandacht. En zoals ik al eerder zei, u kunt mij altijd mailen voor vragen of interesse voor het onderzoek bij dit e-mailadres. Dank u wel. Ja, Sylvan, hartstikke bedankt voor dit mooie praatje. De chat staat open, dus mocht u vragen hebben aan Sylvan over zijn verhaal, zet ze in de chat. Ik heb wel een vraag voor je, Sylvan, om even de tijd te overbruggen. En dat is, wat is het meest verrassende wat je gevonden hebt uit dit onderzoek wat je de afgelopen jaren hebt gedaan? Dank voor je vraag. Ja, het meest verrassende voor mij is toch wel dat... Het klinkt een beetje een open deur, maar het is wel bijzonder om dat te zien, bevestigen door het onderzoek, dat we echt de tegenstrijdigheid zien. Hè? Dat mensen die echt de meeste zorg nodig hebben, eigenlijk de meest kwetsbare in onze maatschappij, ook het meest terughoudend zijn geweest wellicht in het zoeken van zorg. En dat is nou iets wat je, als je de media mag geloven, continu met een loop onder de aandacht staat, maar waar we toch nog niet helemaal in slagen om dat goed op te lossen. En dat is voor mij ook, nu dat ik zelf in huispraktijk werk, blijft dat toch een punt van aandacht. Dat je echt goed oog daarvoor moet hebben. En dat we daar ook als zorgverleners goed voor moeten zorgen. Dus soms zit dat in actief opbellen, van hoe is het nu met u? Kunt u nog eens naar de praktijk komen? En anderzijds is het ook dat we de patiënten goed blijven scholen. En de deelnemers, in wat ze wel en niet kunnen verlangen van zorgverleners. En dat ze dus echt mogen bellen als ze bepaalde klachten ervaren. Ja, mooi. En ook denk ik ook mooi te zien dat de Hartstichting ook al met deze bevindingen aan de slag is gegaan om te kijken hoe we dat beter kunnen communiceren. Dankjewel. Ik wil heel graag doorgaan naar de volgende, want de stap is eigenlijk maar heel klein van wat jij net vertelde, Sylvan, naar Annemarie Luik. Zij is onderzoeksleider psychiatrische epidemiologie en zij gaat wat meer vertellen over die mentale gezondheid tijdens de COVID-periode. Klopt helemaal. Ik ga ook even mijn scherm delen. En dan zou het zo goed moeten gaan en dan zou die in mijn scherm moeten zien. Mijn naam is Annemarie Luik en ik was al heel blij dat Sylvan net inderdaad mentale gezondheid, de depressie en de angstklachten al even noemde. Ik ben universitair docent op het Erasmus MC en daar leid ik een onderzoeksgroep in psychiatrische epidemiologie. En daarnaast werk ik ook bij het Trimbos Instituut, wat natuurlijk ook zich veel met mentale gezondheid bezighoudt. Ik presenteer vandaag resultaten die ik zeker niet alleen heb gedaan. En ik wil met name Sanne Moldijk, Maute Feiter, Isabelle van der Velpen en Lisanne Dommershuizen expliciet noemen. Want die hebben hier als promovendi heel erg veel op gewerkt. Ik ga dus een stukje hebben over mentale gezondheid tijdens de COVID-19-pandemie. Want er is veel om te doen geweest om mentale gezondheid. De kranten stonden er vrij bol van, eigenlijk al vrij snel nadat de pandemie van start is gegaan. Er werden zorgen over heel veel groepen. En als je nu kijkt naar wat we nu zien bijvoorbeeld in de kranten, dan zien we eigenlijk dat vooral de jeugd nu nog heel erg veel genoemd wordt. Als zijnde van, is het daar niet misgegaan? Hebben die er nog niet heel veel last van die mentale gezondheidsproblematiek? Over ouderen horen we inmiddels iets minder en neem de oudere term hierin heel breed. Want ik denk eigenlijk over de hele volwassene mensen, eigenlijk al vanaf een jaar 25, horen we een stuk minder.
Nou, mentale gezondheid is natuurlijk een heel breed begrip. En het gaat natuurlijk niet per se alleen over afwezigheid van ziektes. Maar ik wil eerst toch inderdaad even focussen op die depressie en die angstklachten. Die worden ook uitgebreid gemeten in het ERGO-onderzoek. Ook daarvoor dank natuurlijk, want daar heeft u die vragen over beantwoord. Maar wat zijn dat nou eigenlijk? Hè? Wat doen we daar nou mee? Want depressie en angst zijn hele alledaagse termen. Maar hoe zit dat precies? Nou, als wij hebben het vaak over een depressieve stoornis. Dat betekent echt dat je de ziekte depressie hebt. Dat is dus iets anders dan dat iemand gewoon eens zegt, nou, ik ben vandaag een beetje depressief. Zo werkt het niet helemaal met een depressieve stoornis. Nou, wat is zo'n depressieve stoornis dan? Nou, de kernsymptomen zijn een sombere stemming of een verlies van interesse of plezier in bijna alle activiteiten. Dus dan geniet je echt nergens van of je bent echt somber. En dat ben je echt het grootste gedeelte van de tijd in een langere periode. Daarnaast zien we dat mensen ook nog allerlei andere symptomen hebben, zoals bijvoorbeeld slaapklachten, rusteloosheid, vermoeidheid, schuldgevoelens, verminderde concentratie. Hè? Dus het kan ook bij je dagelijkse taak echt veel effect hebben. Een veranderde eetlust, het kan zowel meer als minder eten zijn, en gedachten aan de dood. Als je dat samen hebt, echt meerdere dagen over een langere periode, dan spreken we van een depressieve stoornis. Maar wat natuurlijk ook kan gebeuren, en wat ook, spoiler, ook wel zagen tijdens de COVID, is dat mensen misschien een aantal van deze klachten hebben. Dat noemen wij subklinische klachten, maar dat betekent dat je wel degelijk klachten hebt en dus eigenlijk niet helemaal optimaal bent, maar dat je misschien nog niet dat niveau van een ziekte hebt. Gelukkig, zou ik zeggen. Hoe zit dat dan voor angst? Nou ja, voor angst zit hetzelfde. Daar zit natuurlijk ook een gradatie in hoe ernstig je klachten zijn. Maar angst is natuurlijk ook een normaal proces. Hè? Angst is goed voor ons tot op zekere hoogte. Maar als die angstreacties zo hevig zijn dat ze het normale functioneren belemmeren, dan wordt het een stoornis. Hè? Dan beperkt het je in je dagelijks leven. En bij angst zijn er heel veel verschillende vormen. Eigenlijk de vier belangrijkste of de vier die we het meeste zien zijn de paniekaanvallen. Dat kan soms voelen zelfs als een hartaanval. Dus misschien dat mensen daar ook geen hulp hebben gezocht tijdens de COVID-pandemie. Dat weet ik niet, dat laat ik aan het stil van. Specifieke fobie, waar je echt een fobie hebt of een angst voor een hele specifieke situatie. Hè? Bijvoorbeeld voor spinnen of voor vliegen. Sociale fobie, zomaar op sociale situaties gericht. Hè? Dus dan zou ik bijvoorbeeld heel angstig zijn om een praatje als deze te geven. En een gegeneraliseerde angststoornis. Dan ben je eigenlijk voortdurend overbezorgd, veel aan het piekeren. Ze noemen het ook wel de piekerstoornis. Dat is hoe angst zit. Ook angst dus kan je hebben in een normale hoeveelheid. De angst die iedereen ook een beetje nodig heeft om door het leven te komen. Maar ook daar heb je weer mildere vormen en ernstige vormen. Nou, hoe zat dat nou tijdens die COVID-pandemie in ERGO? En let erop, ik denk dat het hier belangrijk is om te zeggen, het gaat hier ons ook heel erg juist om de lockdown. Dus niet alleen mensen die COVID-19 hadden, hoe hebben zij depressieklachten ontwikkeld of angstklachten ontwikkeld. Maar juist omdat die lockdown een effect had op ons allemaal, waren we ook allemaal op een iets verhoogde risico misschien om angst- en depressieklachten te ontwikkelen. Natuurlijk kan COVID-19 zelf ook een oorzaak zijn van verhoogde angst of depressie. Hè. Je ziet ook bij mensen met long-COVID nu dat mentale gezondheidsproblemen daar ook een rol kunnen spelen. Nou, zoals gezegd, heel veel ERGO-deelnemers hebben die vragenlijsten ingevuld. Daar waren wij ook zeker heel erg blij mee. Een gemiddelde leeftijd van 70 jaar is de groep waar ik nu iets over ga vertellen. En daar waren 58% vrouwen. En we beginnen met die depressieve klachten. Dat betekent dus niet die depressieve stoornis zoals ik net heb gelegd. Maar je hebt een hoeveelheid klachten. Dat hebben wij gemeten met 10 vragen. Daar kon je in totaal 30 punten op scoren. Dat zie je hier op de verticale as. Daar zie je tot 8 lopen. En op de horizontale as zie je de tijdsas. Daarvoor hebben we apart gekeken naar mannen en vrouwen. En wat we dan zien is de score over de tijd, die blijft eigenlijk wat betreft depressieve klachten tijdens de COVID-pandemie, want we hebben het hier van mei tot met juli 2020, blijft relatief stabiel. Maar wat we ook zien, is dat mannen minder klachten hebben dan vrouwen. Dit is wel iets wat we normaal ook buiten een pandemiesituatie ook zien. Maar we zien ook, en dat is als je de doorgetrokken lijn vergelijkt met de stippellijn,
dat het niveau van die depressieve klachten hoger is dan dat we zouden verwachten. Dus de gestippelde lijn geeft aan hoeveel klachten we verwachten. En dan zie je, als je bijvoorbeeld naar vrouwen kijkt, hè, we zouden eigenlijk daar iets onder de 5 verwachten, maar we zien dat het iets boven de 6 is. Let wel, dit is 1,5 punt, hè, op een schaal van 0 tot 30. Dus dit is niet een hele grote toename van de klachten, maar ze waren wel degelijk verhoogd en vrij stabiel. Als we nou kijken naar welke mensen zoveel klachten hebben dat wij denken dat deze toch wel klinisch relevant zijn, dus dat hier toch wel een grotere kans is op zo'n depressieve stoornis, dan zien we dat dat voor de pandemie, ver voor de pandemie, rond zo'n 12% zit. We hebben daar een iets langere vragenlijst gebruikt met 20 vragen in plaats van 10, maar ze komen wel uit hetzelfde instrument. En wat we dan zien, dat na de pandemie, of tijdens de pandemie, eerst inderdaad er een stijging is. Hè? We gaan naar echt wel wat meer en wat een hoger percentage. En daarna zwakt die heel langzaam af. Maar, dit is data weer tot juli 2020, daar is die nog niet helemaal weer op het oude niveau. Dus die depressieklachten, die lijken verhoogd te blijven in het eerste gedeelte van de pandemie. Ook voor angst hebben we daar natuurlijk ook naar gekeken. Dus hier ziet u weer angstklachten. En dit zijn 7 vragen, dus hier kon je 21 punten scoren. En op de verticale as en op de horizontale as ziet u weer de tijd. Ook hier mannen en vrouwen apart gekeken, maar hier zien we eigenlijk een iets ander beeld. Want hoewel we zien dat in mei de angstklachten wat hoger zijn, zien we ook dat de lijn naar beneden loopt, naar juli. En die komt bij die gestippelde lijn in de buurt. Dus wat u misschien nog weet, ik vertelde net, die gestippelde lijn is hoeveel klachten we normaal gesproken zouden verwachten. Nou, we zien dus dat in het begin van de pandemie, dan hebben mensen meer angst. Maar die angstklachten die zwakken eigenlijk vrij snel weer af. Ook hier zien we weer dat vrouwen hoger scoren dan mannen. Dit is ook iets wat we buiten de pandemie ook weer zien. En als we dan hier kijken naar angstklachten op dat klinische niveau, dus waar we denken dat er meer sprake is van een stoornis, dan zien we dat ook hier voor de pandemie het iets meer dan 12% is. Angst komt iets meer voor dan depressie, maar niet heel veel meer. En daar zien we eigenlijk dat de angst stijgt, maar die zwakt ook weer echt af. Dus die bereikt uiteindelijk het normale. Dus mensen lijken wel echt meer angstklachten te ontwikkelen tijdens de pandemie, maar het zwakt ook weer af. Natuurlijk hebben we ook gekeken naar welke factoren zijn er dan aan gerelateerd. Zijn er mensen die meer van die depressie of die angst ontwikkelen? Nou, als we dan kijken, en dan kijken we bijvoorbeeld naar leeftijd, educatie en etniciteit, dan zien we eigenlijk niet zo heel veel verschil. Mensen met een chronische ziekte hadden wel meer kans om een depressie of de depressieve klachten of angstklachten te ontwikkelen. En ook mensen met een geschiedenis van klachten van depressie of angst hadden nu een verhoogde kans op meer depressie of angstklachten. Wat we echter ook bijvoorbeeld zagen, is dat de leefsituatie een verschil maakte. En hier zien we dit bijvoorbeeld. Hè, het gaat of mensen alleen wonen of met z'n tweeën samenwonen, of dat nou 2 is of 5 mensen in een huis, dat maakt dan in dit geval niet uit. Je ziet dat de blauwe lijn is alleen, de rode lijn is samen, en je ziet dat die blauwe lijn voor de depressieve klachten hoger zit. Dus mensen die alleen waren, hadden wat meer depressieve klachten dan mensen die niet alleen in een huis wonen. Daarentegen zien we voor angstklachten dat dit maar een heel klein tot geen verschil is. Dat geeft ons te denken, want hè, mentale gezondheid, zoals ik al eerder al zei, is natuurlijk een hele brede term. Dus daar spelen ook andere dingen een rol. En daarom wouden wij ook nog kijken hoe sociale factoren, hè, bijvoorbeeld netwerken, maar ook eenzaamheid, verbonden zijn met psychische klachten. Dus hoe zijn nou specifieke dingen die meer psychosociaal zijn, zoals we dat zo mooi noemen, hoe zijn die gerelateerd aan die depressie en angst tijdens die COVID? Kunnen wij daar duidelijke verbanden zien? Want dat kan een manier of een aanwijzing geven over waar wij ons op moeten focussen als wij depressie of angstklachten aan willen pakken of willen voorkomen. Nou, hier ziet u 5 factoren waar we naar gekeken hebben. Depressie en angst,
precies hetzelfde gemeten als hiervoor. En daarnaast keken we ook naar sociaal netwerk, zorgen, en dan specifiek over de COVID-19-pandemie en eenzaamheid. En wij wilden dat dus allemaal in verhouding met elkaar bekijken. Dan krijg je een vrij ingewikkeld plaatje, want dan krijg je zoiets. Dat noemen we dan een netwerkanalyse. En daarin kunnen wij zien aan de dikte van de lijnen hoe erg verbonden bepaalde concepten zijn. Ik ga hem voor de zekerheid even één voor één een stukje bij beetje uitleggen, want het zijn vrij veel lijnen. Als eerste dus hadden we depressie en angst. Zoals gezegd, weer gemeten met die 10 vragen en die 7 vragen. En dan zien wij hieronder dat tussen die depressie en die angst zit een hele dikke lijn. Dat komt omdat depressie en angst veel samen voorkomen. Dat gebeurde voor de pandemie, tijdens de pandemie, na de pandemie. Dat zien we eigenlijk altijd. Vervolgens keken we ook naar het sociaal netwerk van mensen. Dus daar hebben jullie ook vragen over behandeld. Dat was verbondenheid met de Nederlander in het algemeen, maar ook verbondenheid met vrienden of familie. Hulp van anderen kunnen vragen, hulp aan anderen kunnen geven. Maar ook de verwachting of je hulp zou krijgen als het nodig is. Nou, hier zie je dus een stukje netwerk waarin die concepten aan elkaar gerelateerd zijn. Dus hoe sterk zijn die nou verbonden? En dan zie je dat ze dat inderdaad best zijn. Er zitten tussen die 1 en die 2, 2 en 3 en 4 en 5 zit echt lijnen. Dat is goed, want dat betekent dat wij ons sociaal netwerk, hè, en wat we daarover bedacht hadden als overkoepelende term, dat die ook inderdaad met elkaar te maken. We keken ook naar zorgen. En het ging over zorgen over de COVID-19-pandemie. Zorgen om zelf besmet te raken, om anderen te besmetten. Financiële zorgen door de pandemie, over je dagelijks leven en je sociale contacten. Ook hier zien we dat eigenlijk dat stukje netwerk met de vragen over zorgen, dat die eigenlijk vrij duidelijk met elkaar verbonden zijn. De financiële zorgen lijken er iets wat los van te staan. Daar is iets minder verbinding, maar toch, ze zijn vrij duidelijk gerelateerd. Daarnaast keken we naar eenzaamheid. Dat deden we eigenlijk met maar 3 vragen. Buitengesloten voelen, geïsoleerd voelen en gezelschap missen. Dan zie je dat vraag 1 en 2 heel erg aan elkaar gelinkt zijn. Die vragen ook misschien bijna wel hetzelfde uit. En gezelschap mist daarin. Dus ook hier zien we dat binnen zo'n concept ze weer aan elkaar gerelateerd zijn. Maar hoe zit dat nou met dat grote netwerk? Want we zijn natuurlijk geïnteresseerd in hoe die verschillende factoren onderling geassocieerd zijn. Nou, wat we daar zien. We zien daar als eerste dat de eenzaamheid gerelateerd is aan zorgen over sociaal contact. Dus als jij zorg hebt of je wel genoeg sociale contacten hebt, dan is dat logisch dat dat ook linkt aan jouw gevoel van eenzaamheid. Aan een gevoel van geïsoleerd zijn en ook een gevoel van gezelschap missen. Kijken we vervolgens verder, dan zien we ook dat er een duidelijk verband is tussen angst en zorgen over zelf besmet raken. Niet zozeer met anderen, maar met name zorgen om zelf besmet te raken was gerelateerd ook met een hogere angstscore. Dus hogere zorgen over besmet raken, hogere angstscore. Daarnaast zien we dan als laatste dat depressie vooral gerelateerd is aan klachten over die eenzaamheid. Dus weer dat buitengesloten voelen, dat gezelschap missen, dat is veel meer gerelateerd aan eenzaamheid en minder aan bijvoorbeeld zorgen of sociaal netwerk. Wat betekent dit nu? Dit betekent dus dat wij zagen dat depressie en angstklachten eigenlijk allemaal wat hoger waren tijdens de COVID-pandemie. Maar we zagen ook herstel, eigenlijk al vrij snel voor angst, voor depressie in minder snelle mate, maar ook daar gingen de klachten omlaag. Daarnaast zien we dat de angstklachten vooral samenhingen met zorgen. Hè? Zorgen om zelf besmet te raken bijvoorbeeld. Terwijl de depressieve klachten veel meer samenhangen met eenzaamheid en een stukje sociaal netwerk. Dus misschien is die eenzaamheid, sociaal netwerk, is veel belangrijker voor de depressie. Ook als je daar misschien wil op ingrijpen. Terwijl juist die zorgen die mensen hadden, als je die kunt wegnemen, dan kun je misschien ook wel een deel van die angstgevoelens wegnemen. Ik heb het nu veel over klachten gehad. We zien ook dat dit voor psychische stoornissen, psychische aandoeningen hetzelfde geldt. Daar zien we niet duidelijk een verschil tussen voor de COVID en tijdens de COVID.
Maar dat heeft te maken omdat je dan veel zwaardere klachten hebt. Dus waarschijnlijk was die normalisering in andere onderzoeken al ingezet en zien we daarom geen duidelijke verschillen. Dus ik kan u eigenlijk een beetje geruststellen. Ja, mentale gezondheid is heel belangrijk. De mentale gezondheid staat onder druk. Maar dit is niet per se een gevolg van COVID. Want de meeste mensen zijn hier toch alweer wat beter uitgekomen. En dan lijkt de groep die volwassenen, ouderen, die lijkt hier ook het minste last van te hebben. En het minst blijvend effect te hebben. Met die positieve woorden, om u toch een hart onder de riem te steken, wil ik graag afsluiten. En dan wil ik ook de ruimte geven voor vragen. Ja, dankjewel Annemarie voor dit mooie en indrukwekkende praatje over van wat er dus allemaal gebeurt met mentale gezondheid gedurende zo'n periode. Maar ook een positieve noot. Dat vind ik wel heel fijn om te horen. De chat staat open voor vragen. Een van de vragen die ik voorbij zag komen was, maar hoe gaan we dat dan doen met het sociale netwerk als er weer een pandemie komt? Ja, zeker. Hè? Dat is een hele belangrijke vraag. En ook waar Sylvan al eerder over had. Hè? Er zijn nu heel veel initiatieven aan de gang om te kijken van hey, hoe kunnen we nou bestendigen? Hè? Hoe kunnen we nu zorgen, mensen nu bestendig en weerbaar maken dat als zo'n pandemie komt, dat we dan iets kunnen doen. Ik zit zelf ook net als Sylvan in een groot onderzoek waarbij we inderdaad juist ook kijken van hoe kunnen we die gedragskant en die mentale gezondheidskant bewaken. Maar er zijn ook, de overheid is op het moment vrij actief op gebieden als bijvoorbeeld mentale gezondheid, maar ook bijvoorbeeld hebben we een groot programma uitgerold, 1 tegen eenzaamheid. Dat is algemeen uitgerold. Dat is niet specifiek bedoeld om ons weerbaar te maken voor een pandemie. Maar als zo'n programma goed werkt en aanslaat, hè, dat is beschikbaar gewoon algemeen, dan zou dat natuurlijk kunnen helpen en om ons een beetje weerbaarder al te maken om een stukje van die eenzaamheid misschien wel te voorkomen. En daarmee misschien ook een stukje depressie of andersom. Heel mooi, dankjewel. Gezien de tijd wil ik graag doorgaan naar onze laatste spreker van vanavond. Dat is Trudy Voortman. Zij is onderzoeksleider van de voeding- en leefstijlepidemiologie binnen Ergo. En zij gaat ons vertellen wat die leefstijl tijdens de COVID-pandemie er allemaal gedaan heeft. Yes, dankjewel. Ik zal ook even mijn slides opzoeken. Dan is ze aan. Kun je deze zo zien? Iemand? Ja, je bent goed te zien. Perfect, goed. Goed, gewaveld. Ja, dan tot slot inderdaad nog een stukje over leefstijl. Dus ik doe in Ergo en een aantal andere cohorten doen we onderzoek naar leefstijl. Dat wil zeggen, dus voeding, voedingsinname, fysieke activiteit, roken, alcoholgebruik. En we kijken daarnaar ook in verschillende fasen van het leven. Ja, vandaag wil ik het vandaag nog vooral met jullie hebben over wat resultaten van het Nederland en specifiek Ergo. In het algemeen, hoe gezond zijn we bezig? Hoe gezond eten we en bewegen we? En hebben we dan daar verschillen in gezien ook tijdens de pandemie? Yes. Goed. We willen even kort eerst aanstippen hoe belangrijk is leefstijl nou voor onze gezondheid? Dan wat zijn de huidige richtlijnen en houden we ons daar ook een beetje aan? En tot slot inderdaad hebben we gezien of COVID daar effect op heeft gehad. Onderwerpen die ons allemaal in aangaan zijn allemaal, iedereen eet elke dag, we zitten en of bewegen in zekere mate. Ik vind het wel fijn om eerst even te kijken als we denken van hoe belangrijk is leefstijl voor de gezondheid. We hebben met mijn studenten ook altijd gezegd, hoe goed is onze gezondheid op dit moment? En als we heel basaal kijken naar levensverwachting, dan doen we dat eigenlijk hartstikke goed. Dus levensverwachting bij de geboorte, belangrijk. Dus als een meisje wat nu ongeveer geboren wordt, heeft een levensverwachting van 84 jaar. En dat wordt alleen maar meer naarmate dus iemand ouder wordt. De vrouw doet het nog altijd iets beter hier dan de mannen. Dus dat gaat eigenlijk wel hartstikke goed met onze gezondheid. Maar we weten ook dat we niet ons hele leven in goede gezondheid leven. Dus onze gezonde levensverwachting is in Nederland maar zeg zo'n 65 jaar. Nee. Dus een groot deel van ons leven leven we ook met ziekte.
Dus dat is belangrijk om ons achterhoofd te kijken als we, nemen als we kijken naar wat doet voeding en beweging bijvoorbeeld. Dan kijken we naar bijvoorbeeld naar ziektelast. Dus daar nemen we mee hoeveel verloren levensjaren er zijn door bepaalde aandoeningen. Maar ook het aantal jaren dat mensen leven met bepaalde gezondheidsklachten. En als we dat samen nemen, als we dat combineren en wegen hoe ernstig dat is, dan kunnen we een lijst maken van wat voor aandoeningen komen het. We hebben de hoogste last in Nederland. Dus dat zijn een aantal van deze. Dus het al hartvaatziekten, diabetes, astma, maar veel chronische ziekten. En dat nemen we mee om te kijken van, hey, maar wat kunnen we daar dus aan doen? Aan deze, wat zijn hier de belangrijkste aandoeningen? Wat kunnen we daar aan doen? Nou, dan voelt het misschien al aankomen waar ik naartoe wil. Wat zijn dan de belangrijkste risicofactoren in Nederland voor deze meest belastende ziekte? Dat is op dit moment heel veel leefstijlfactoren. Dus we zien dat roken is nog steeds een hele belangrijke risicofactor. Maar ook ongezonde voeding, te weinig beweging, alcoholgebruik, overgewicht en veel factoren die daar ook echt direct mee samenhangen. Te hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerspiegel, et cetera. Dus in Nederland is een heel groot deel van de ziektelast, dus zowel van het leven met ziekte als verloren levensjaren, de vroegtijdige sterfte. En daar kunnen we ook wat aan doen, ook met leefstijl. Dus daar is leefstijl een belangrijke determinant van. Kort ontdekken, dus dat zeker wel, denk ik, ook wat bijdrage kan leveren. Maar goed, wat is een gezonde voeding of een gezonde leefstijl? En hoe goed zijn we bezig? Ik ga beginnen kort met voeding. Die worden in Nederland de richtlijnen worden opgesteld door de Gezondheidsraad. Daar doe ik zelf ook aan mee. Dus dan zitten we in een commissie waarin we al het onderzoek wat er gebeurt op basis van voedingsinname van alles. En deze belangrijkste ziekte, de meest voorkomende ziekte in Nederland, meewegen. Ik moet zeggen, ook in die commissievergadering van de Gezondheidsraad, ik ben erg trots als er ook vrij veel ergo-studies ook langskomen en die daar ook zeker aan bijdragen. Moet ik zo nog even op terug. Dus er wordt inderdaad gekeken naar wat doet voeding, wat mensen innemen op de belangrijkste, dus in het kader van ziektelast, de belangrijkste dus, ziektes in de Nederlandse bevolking. Kijken. Ja, en ik zou zeggen, kent u de richtlijn? Ik ben benieuwd. Dus even, het past wel wat voort. De richtlijn Goede Voeding is een vrij saai document, moet ik bekennen. Hier staan ze helemaal uitgewerkt. Wellicht beter bekend is de vertaling die het Voedingscentrum ervan maakt. De welbekende Schijf van Vijf. Dus dat is vanuit ook de overheid de basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. De richtlijnen, maar er staan nog steeds bekende in. Deze is niet heel scherp, maar veel groente en fruit, volkorenproducten, meer plantaardig, minder dierlijk voedingspatroon, zachte vetten, et cetera. Maar goed, en hoe goed houden we ons daaraan? Dan zijn er Nederlandse data van. Hier, er zit eerst de Nederlandse data die het RIVM verzamelt, voor Nederlandse volwassenen. Ik zeg, dit is hoe op dit moment dan de Nederlandse bevolking de laatste peiling zich houdt aan de richtlijnen. Dus dit is het percentage hieronder, zien we, van mensen die zich houden aan die richtlijn. Dus we zien dat de richtlijn vooral voor bijvoorbeeld de inname voor ongezouten noten, dus het advies is, het één handje ongezouten noten per dag. Nee, daar houden maar ongeveer 10% van de Nederlanders zich aan. Terwijl volkorenproducten, volkorenbrood, zelfs wel de helft van de Nederlanders zich aan houden. Dus daar doen we het iets beter op. Nou hebben we daar een tijdje geleden ook in Ergo naar gekeken. Ik moet zeggen, dit is echt nog de data van de eerste rondes van alle cohorten. En wellicht voor degenen die hebben meegedaan, die zullen het vast herinneren. Dat zijn die enorme vragenlijsten over, eet u wel eens brood? Zo ja, wat voor brood? Zo ja, hoeveel sneepjes? Wat smeert u erop? Et cetera, et cetera. Dat zijn enorme lijsten, dat weten we, maar die zijn echt enorm waardevol. Dus ook vooral specifiek ook voor deze lijst heel erg bedankt
voor het invullen van deze lijsten. Want zoals ik al zei, bijvoorbeeld bij adviezen van de Gezondheidsraad zijn juist resultaten uit onze studie hier een belangrijk onderdeel van de puzzel om uit te zoeken wat gezonde voedingspatronen zijn. Nou, we hebben hier ook gekeken, er zijn bijna 10.000 deelnemers. Hoe doet Rotterdam het? Dus hier nog kort de richtlijnen. En dan yes, heb ik hier ook weer het percentage deelnemers wat zich houdt aan de specifieke richtlijn. Ik wil zeggen, nou, wat minder positief is, niemand hield zich aan alle richtlijnen. Het goede nieuws is, we doen het nog steeds beter zelfs al dan de Nederlandse bevolking. En het goede nieuws is denk ik ook dat perfecte, optimale opvolging van richtlijnen misschien niet het belangrijkste is, maar dat we ook zien dat alle beetjes helpen. We zien dat ook in Rotterdam dat de inname van noten en pilvruchten relatief laag is. Dus daar de mensen houden zich niet zoveel aan. Ook eten mensen vaak nog te veel rotende werkvlees. Maar in Ergo zien we ook dat deelnemers veel volkoren granen eten. En ook goede vet en olie, dus bijvoorbeeld margarine. En weinig suikerhoudende dranken. Ook een opvallende trouwens, een erg belangrijke. Ook goed koffie, thee en water en weinig suikerhoudende dranken gedronken. Ja, hoe belangrijk is dat? Ik zal hier niet op ingaan. Dus het is ook een Engelstalige site. Maar we hebben wel ook in de erge populatie gekeken. Hoe verhoudt zich het naleven van deze richtlijnen nou tot bijvoorbeeld vroegtijdige sterfte of ziekte? En we zagen inderdaad dat elk beetje meer, dus elk stapje extra van richtlijnen dat werd opgevolgd, dat samenhing met een iets lager risico op chronische ziekte en op vroegtijdige sterfte. Dus al met al, elk beetje hier helpt. Dan hebben we het COVID. Dat was eigenlijk een heel kort deel hiervan. We hebben vrij kort, heb ik niet meer lastiggevallen met een enorme voedingsvragenlijst, maar wel gevraagd, nou, hoe schat u in met u gezonder of ongezonder gaan eten? En eigenlijk zijn de meeste deelnemers over even gezond te blijven eten. En een kleine groep zegt, ik word ongezonder. En dan net zo grote groep, ik ben iets gezonder gaan eten. Dus we zien hier eigenlijk dat het redelijk stabiel is gebleven. Dat zien we ook nu in latere data ook op nationaal niveau. Dus er zijn een paar groepen die misschien juist meestal positief veranderd of negatief, maar de meeste mensen zien hier toch redelijk stabiel. Ja, dan hebben we nog de beweegrichtlijnen. Daar ga ik toch ook nog kort op in. De richtlijn voor beweging hebben we ook van de Gezondheidsraad, maar ook internationaal, eigenlijk 150 minuten per week. Matig of zwaar intensieve inspanning. Dus 2,5 uur per week. Dus een half uurtje per dag, 5 dagen in de week. Waar wil je het verdelen? In Nederland zegt de Gezondheidsraad daarbij nog, en zorg ook voor spier- en botversterkende activiteiten. Maar voor deze focussen we even op gewoon het aantal minuten bewegen. En even ter illustratie, matig intensief. Dat is bijvoorbeeld gewoon ook wandelen en fietsen en dergelijke. En dan weten ik velen van jullie wel dat dit navragen in zowel vragenlijsten. Deelnemers dus over beweging en sporten, maar ook met die horloges. Die zullen jullie een week dragen. Daar kunnen we hele mooie data uithalen ook over slapen, zitten, bewegen, et cetera. En dat is ook heel interessant om te zien dat er nog best wel, als we die data ook vergelijken van de vragenlijsten en de horloges, dat we mensen nog eigenlijk misschien wel meer bewegen dan ze zelf denken. Want op basis van de horloges zien we nog veel meer beweging terug. Mensen vergeten misschien zelf juist in een rapportage dat gewoon even zoals hier tuinieren of het huis schoonmaken, bij boodschappen doen, een klein blokje om, ook dat telt allemaal mee. Dus dat is op zich een positief nieuws. We hebben alleen tijdens de COVID ook hier alleen maar korte vragenlijst hierover ingezoomd. Dus we hebben geen horloges. En op basis van die vraaglijst zien we wel dat zo'n 59% van de deelnemers ook al niet aan die beweegrichtlijn voldoet. Dit is dus al aan het begin van de pandemie. Dus dat is de eerste ronde tijdens dus de COVID. We kunnen dit niet heel goed vergelijken hoe het daarvoor was. Dat lijkt trouwens veel
Maar ook hier op nationaal niveau, en als we het helemaal zullen vergelijken met dezelfde leeftijdsgroepen, lijkt de Rotterdam-studentenpopulatie toch ook nog wel iets meer te bewegen dan de gemiddelde Nederlander. Ja, we hebben hier nog, en ik zal nu kort bezig zijn, maar we hebben gekeken, want we hebben dus een aantal momenten ook gevraagd, zoals we net ook bij Annemarie zagen, van hoe werken dingen hier in de tijd, dus ook zo mei, juni, juli 2020, hoe bewoog je op dat moment? En wat we hier eigenlijk uit kunnen bekijken, of zijn er groepen uit te halen? We hebben eigenlijk gezien dat mensen die al weinig bewegen, die bruine lijn daaronder, die blijven ook weinig bewegen. En mensen die al veel bewegen, de lichtblauwe lijn bovenin, die blijven veel bewegen. Dus dat lijkt ook redelijk stabiel. Er komt één zo'n gekke uit. Dat is een roze, een kleine groep. Waar een toename lijkt te zijn van beweging. Misschien, dat heb ik zelf mezelf op een gegeven moment ook bedacht. Ik moet toch maar eens even elke dag een wandeling maken in plaats van elke dag thuis zitten. Dus dat is waarschijnlijk niet goed. Maar we zien ook hier dat de meeste mensen eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd hebben in hun gedrag. Toen hebben we hier ook nog gekeken naar welke mensen bewegen dan meer of minder. Voor het algemeen zien we dat mensen die minder fysiek actief zijn, dat ze vaak wat ouder zijn. Vaak logisch natuurlijk zoals verwacht, maar ook vaak zijn lager opgeleid en ook in minder goede fysieke gezondheid. Ook vaker depressieve klachten, dus dat is wel een lastige hier samenhang. En zijn ook vaker, we zien ook heel erg samenhang tussen de leeftijdsfactoren, dus ook de mensen die minder fysiek actief zijn, die roken ook vaker. En dat zijn ook de mensen die vaker rapporteerden op de vraag over hun voeding, dat ze ongezonder zijn gaan eten. Dus we zien wel hier een samenhang, en wat we ook in internationale literatuur zien, tussen de verschillende leeftijdsfactoren. Nou, hoe erg is het nou als we niet zoveel bewegen? Ook voor beweging. Dit is een wat oudere studie vanuit het Ergos van Chantal Koolhaas. Excuus ook, ik heb het niet vertaald, maar ik wil hem eigenlijk kort laten zien vanwege de plaatjes dat alle soorten fysieke activiteit hier, in dit geval dus iets meer van al deze soorten activiteiten, die hingen samen met een iets lager risico weer op vroegtijdig sterfte. Dus dat geldt voor wandelen, fietsen, maar ook gewoon voor huishoudelijke taken, sporten, tuinieren. Dus ook voor beweging. Alle vormen kunnen al helpen. Goed, en daarmee wil ik het ook in de tijd alweer richten in je afsluiting. Dus om hier af te sluiten, dus hoe belangrijk is leeftijd voor onze gezondheid? Nou, we hebben gezien in elk geval gezonde voeding en lichamelijke activiteit kunnen beschermen tegen tal van ziekten. En ons helpen langer te leven in goede gezondheid. Dan heb ik niet even voor COVID zelf gehad, maar daar zie je natuurlijk ook verbanden, bijvoorbeeld overgewicht en andere soorten ziektes. Over het algemeen, het is niet optimaal, maar het valt ook mee. We zijn het uiteindelijk, in elk geval de ergo-deelnemers ook, het redelijk goed. En ik denk dat het altijd heel goed is om mee te nemen, in onze leeftijd ook niet perfect te zijn. Maar dat het wel fijn is dat elk stapje beter, zowel voeding of beweging, kan helpen. En wat wel echt een aandachtspunt is, wat we dus ook hier weer zien, is dat leeftijdsfactoren samenhangen en dat creëert wel bepaalde risicogroepen. Dus we zien wel dat mensen die al misschien wat minder bewegen, ook bijvoorbeeld weer wat ongezonder zijn gaan eten. Dat zijn dus ook misschien de mensen die meer depressieve klachten hebben. Dus daar zien we wel echt risicogroepen. Dus het is wel echt heel belangrijk om daar ook goed te letten, ook in vervolgens in beleid en dat de overheid ook bezig. Om te proberen om gezonde leeftijd toch makkelijker te maken. Nou, ik wil vooral ook heel veel mensen bedanken die hier aan bijgedragen. Maar vooral ook even Amy, Marlo en Tosca. Kennen jullie wellicht ook voor het centrum. En Anne-Marie overigens ook bij deze studie. En u hartelijk dank voor de aandacht. Dankjewel voor deze mooie presentatie over leefstijl en voeding. Wat er allemaal met ons gebeurd is. Ik had nog wel de vraag, verbaasd dat je dat qua voeding, dat mensen niet zoveel anders zijn gaan eten tijdens die hele coronaperiode? Ja, eerst wel. We hadden toch verwacht dat mensen, denk ik, iets ongezonder gaan eten. Maar ik denk dat we misschien dat zelf ook wel in de omgeving. Er zijn inderdaad groepen die twee kanten op zijn geschoten misschien. Mensen die opeens elke dag zijn gaan koken die dat eerder niet deden of juist
ander, maar het gelukkig maar dat mensen toch gewoon te dieren blijven en hier denk ik redelijk stabiel zijn gebleven. Ik had iedereen vooral bang dat het veel slechter zou worden en dat lijkt in ieder geval mee te vallen. En we bewogen al niet zoveel en dat zijn we gelukkig niet veel minder gaan doen. Dus dat is ook wel weer positief. Nee. Het valt mee, ja. Het valt mee. Heel erg bedankt voor dit mooie praatje. De chat staat nog open. Mochten er nog, ik laat hem even een paar minuten doorlopen. Als u nog vragen heeft aan een van onze sprekers, laat dat dan nu horen in de chat. En hij staat dus ook open voor onderwerpen waar jullie de volgende keer graag een webinar over willen hebben. Want dat zijn we natuurlijk ook heel erg in geïnteresseerd. Dan heb ik nog heel de tijd. En dan... maar misschien hebben de sprekers zelf nog een vraag aan elkaar. Dat kan ook nog. Nou, en niet direct. Ik vond het wel heel erg leuk. Ook om het van jullie zo te horen. Van Marie en Trudy. Dus ik kijk wel uit naar een eventuele volgende editie te zijn. En het zou fantastisch zijn als de deelnemers zelf daar ook nog een suggestie voor hebben. Als het kan, draag ik er graag aan bij. Ja, mooi. Ik denk dat het een mooie afsluiter is. Ga ik jullie bedanken, alle sprekers. En zeker u ook allemaal thuis, dat jullie weer ingelogd hebben. Meegedaan hebben. En nou, we zien jullie graag terug op het Erco-centrum. Maar we horen ook heel erg graag van jullie wat jullie nog meer van ons terug willen weten. Een hele fijne avond.